het Hof van Nederland. Dus als die kant op. Dus we gaan eens kijken wat daar is. Het zal me benieuwen. Even. Ja, hier zo rechtdoor. Dus het zal me benieuwen wat hier is. Kijk, hier hebben wij het mooie water van Groothoofd. Achter mij is de Groothoofdpoort, dat is dit. Ja, het is in principe gewoon poort. Ik zal straks even doorheen lopen. Oh, je ziet toch wel zo'n leuke ding even doorheen. Met weer lekker het winkelcentrum door. Dus we zijn midden in het echt nice. Welkom bij de mooiste plaatsen van Nederland. In deze serie reizen wij door heel Nederland om jullie de leukste plekken van ons mooie land te laten zien. Dit zijn de mooiste plekken van Nederland. Nou dames en heren, vandaag zijn wij in Dordrecht. Het was weer een heel eind rijden. Ik weet het niet. Dat is ook gelijk. Dat is een groot. Oké. Ja. Dat zie je stoplichten. We doen een aantal stoplichten gaan. En dan kan ik zo. Anders hebben we hier weer zo'n zebrapad. Of zo'n regenboog zebrapad. Noem je dat? Ja, zo noem je dat. Ja. Maar ik ben blij in orde. Ik heb heel veel zin in. En ik wacht hem. Het is alleen echt ongelooflijk druk. Het schijnt een heel mooie stad te zijn. Een van de mooiste steden van Nederland alweer. Dus het zal me niet. En we lopen. Hoor je al door ik hier ben? Joch, man. Kijk, hier. Zekertje. Hoor eens hier waar je. Kom daar overal naartoe. Het centrum is die kant op. Dus gaan we die kant op. Dus ik kan niet wachten. En daar heb je het centrum van Dordrecht. Het zal me heel erg benieuwen. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, leuk centrum volgens mij. Dus ga laten we gewoon even het centrum van Dordrecht eens ingaan. Ik zal benieuwen wat jullie ervan vinden. Laat even weten in de reactie in ieder geval. Dus het zal me wel benieuwen. En hier is het centrum. Dus we moeten nog even kijken wat er iets leuks is. Oké, hier heb je het hele centrum van Dordrecht. Ja. Hier, ja, die winkelen de mensen. Zo soort van. In principe zal een van de mooiste steden van Nederland moet zijn. Volgens de inzet als dat moet komen. Maar ik heb het wel een beetje tegenvallen. Maar ja, ik ken deze stad wel een beetje, maar ja. Ik snap het ook niet, maar ja, als je het zegt, gaan we naar hier naartoe toe. Of kunnen kijken. Dus ja, dan weet je in ieder geval waar je niet naartoe moet. Ik zag net een bord. Daarop stond het Hof van Nederland. Dus als die kant op. Dus gaan we eens kijken wat daar is. Het zal me benieuwen. Even. Ja, hier zo rechtdoor. Dus ik ben benieuwd wat hier is. Ik loop hier maar gewoon lekker rechtdoor en we gaan het wel zien. Ik ga eens even kijken ook hoe lang het lopen is, want straks is het echt 3 uur lopen, daar ga ik niet vanuit, maar even voor de zekerheid checken. Ze hebben hier wel een gezellige markt. Oh. De markt ziet hier wel gezellig uit. Nou kijk, nu begint het wel wat beter. Het Hof van Nederland is die kant op. Maar goed, zijn we er over 2 minuten, dus dat scheelt wel. Nee, het zal me benieuwen. Hier heb je weer zo'n artistiek gebouw. Ik zal me benieuwen wat we straks gaan aantreffen. Ik had hier nog nooit gehoord. Ja, ik ben wel eens in Dordrecht geweest, maar ik ben nog nooit op het Hof van Nederland geweest. Dus voor mij ook voor de eerste keer. Nee. Mooie huisjes. Het is grappig uit. Het zal me benieuwen. Ik loop er even naartoe en dan zie ik jullie zo. Dit is het Hof van Nederland. Het valt wel een beetje tegen. Maar het is een van de gekke kraan volgens mij. Kijk, daar. Ik krijg er wel een nog iets, maar
Ik weet niet wat dat is. Dat is iets beter uit, denk ik. Vond je dood. Oh ja, die ziet er wel vet uit. Dit ziet er wel gaat. Een hele kerk. Ja, dit ziet er ook uit. Ja, dit is het Hof van Nederland. Het is best klein, maar het ziet er wel grappig uit. Maar ja, kijk, hier staat ook. Vroeger Prinsenhof was dit. Oké, dat wist ik niet. Ik wist niet dat ze het hier hadden. Maar ja, het was leuk. Kijk, hier loopt het hof weer uit. Wat heb je hier? Groothof, nou dat klinkt niet erg leuk of zo, maar ik kan wel even googlen wat het precies is. Laten we even kijken. Het ziet er als een soort van gebouw uit. Alleen, ja, het is niet echt veel mooier dan dit. Dus ja, ik denk dat het prima was. Als moet ik eerst nog weer 8 minuten heen lopen en dan nog eens een half uur terug. Dus ja, daar was ik even te lui voor. Ik kies het laatste eruit, ik knip je eruit jongens. Oké, dit was het klein stukje Dordrecht. Ik was in ieder geval wel even leuk. En ja, dit is een mooi artistiek gebouw. Laten we even weer het winkelcentrum in gaan. Het is wel een leuk centrum in ieder geval. Het ziet er grappig uit, want daar ben ik wel blij mee. Dan hebben we hier gewoon zo'n ding, rondje Dordt. Als je hier deze kant op loopt, dan gaan we uiteindelijk een bezienswaardig heeft, dat heet Groothoofd of zo. En dat schijnt hier best wel bezien, of nou ja, populair te zijn of zo. Of mooi. Dus ja, ik dacht, dan lopen we daar even heen. Alleen is wel echt letterlijk helemaal aan de andere kant van de stad. Dus ik mag straks weer 20 minuten lopen terug naar het station. Maar misschien pak ik de bus, als ik daar zin in heb. Dus laten we even kijken, zo, ik zal benieuwen. Kijk, even ondertussen even naar een andere camera, zwaaien, hallo. Andere camera. Nog 6 minuten lopen. Ja, dat is deze kant op. Kijk, hier hebben wij het mooie water van Groothoofd. Achter mij is de Groothoofdpoort, dat is dit. Ja, het is in principe gewoon een poort. Ik zal straks even doorheen lopen. En uiteindelijk, dit moet met de haven van Rotterdam te verbinden zijn. Daar heb je een brug ertussenin. Dus het was lekker even bootje kijken. Dan heb je natuurlijk best wel veel industrie. Zoals je grote rondvaart, bootschepen. Dus het is wel mooi, ja. Het ziet er goed uit. En het is lekker cool. Het waait hier wel lekker door. Je hebt daar ook nog zo'n apart gebouw. In Dordrecht. Het is een mooie stad Dordrecht. En ik zou het wel aanraden om heen te gaan. Het is oprecht wel leuk. Ik dacht heel even aan het begin met, oh ja, wat de fuck doe ik hier alweer? Want ik ben hier echt best wel tijd niet meer geweest. En nu ben ik wel weer. Dus ik weet niet precies ook wel weer wat Dordrecht was. Ja, het is voor de rest wel een hele leuke stad. Ik raad zeker wel eens aan om naartoe te gaan. En ja, ik kom bij het water springen, maar ja, dat is een beetje diep. En ik heb kleren aan, hele nette kleren aan. Misschien volgende video. Ik had sowieso niet filmen, ik heb geen waterdichte camera bij me. Dat is ook niet slim. Dus ik ga zo even de Groothoofd in lopen, maar eerst even lekker zitten. En er waren weer allemaal mooie bootjes langs. Hartstikke leuk. Mooie grote vrachtschepen. En ik ga zo meteen er even doorheen. Het ziet er wel heel leuk uit. Best bizar. Daar heb je bijvoorbeeld zo'n schip uit België. Ik kan je wel zien waar ze vandaan komen. Deze gaat uit Duitsland volgens mij. Het ziet er wel echt leuk uit. Om het hier zo te zien. Ik denk straks je bus terug te pakken. Aangezien dat sneller is. Want ik zit best wel diep Dordrecht in. En heb wel aardig Dordrecht gezien. Kijk, ik heb allemaal mooie rondvaartjes. Ik heb wel veel plekken hier rondvaartjes. Laat even weten waar ik ooit een keer een rondvaartje moet doen. Of dat ik hier een rondvaartje moet doen of in een andere stad. Of ja. Want het is wel leuk. Kijk,
hier, het is wel vet. Ja, en zo kom je weer bij de brug uit. Ik kan niet met de boot naar Rotterdam. Ik kan met de Rotterdam naar de fiets. Sliedrecht. Hier heeft het echt van. Kijk, een bootje kijken. Het wordt ook uit van kade. Deze stad. Valt me wel. Ik denk straks even naar de bus gaan. Ik weet even niet waar de bus rijdt. Dus zij even... En we zijn bij Nieuwbrug. We gaan richting het station. Dus ja, ik moet nog een paar minuten wachten. Ik heb hier zo'n apart gebouw. Het ziet er wel leuk uit. Nee, ik moet nog even een paar minuten wachten en dan kan ik zo richting het station. Ik heb op zich wel zin in. Ik hoop jullie ook. Het was in ieder geval een hele leuke tocht door Dordrecht. En ja, wat me wel positief viel was de fietsen die je hier hebt. Nee, ik heb ze alleen helaas niet gemaakt, maar misschien voor de volgende keer. Dus ja, het is nog even wachten. We rijden hier best wel wat verkeer rond. Maar volgens mij kom ik net langs het centrum aan. Hè? Dus maar ik weet even niet hoe die bus uit. Ik weet dat ze 2 minuten vertraging hebben. Dus. Nee, dus niet de bus. Nee. Maar ja, ze hebben 2 minuten vertraging. Dus dat kan niet. Nou ja, ik vond het in ieder geval echt wel een leuke dag. Moet wel tevreden. Ik zal even door. Dordrecht is een leuke stad. Dus ik raad jullie hierbij aan om nog een keer er naartoe te gaan. Ja, want het is wel heel leuk. De bus die komt als het goed is zo meteen daar vandaan. En dan het zal me benieuwen. Maar het begint gewoon net weer te regenen. Dus ik ben ook op de eigen bus van. Want ja, maar het is een goede stad. Ik ben er blij mee. En ik raad je zeker aan om hier weer naartoe te gaan. Ik heb vooral al plekken in Nederland, om het zo maar te zeggen. Dus ja, dit zijn de mooiste plekken van Nederland, dat maken we hier nu. En en dit is er één van in principe, deze plek. Dus ja, ik hoop dat jullie dat in ieder geval ook wel heel leuk vonden en dat jullie deze plek ook heel leuk vinden. Oh, daar komt de bus aan. Ik heb daar zo'n streekbus. Goedemiddag. Je zit in de bus. Wel een mooie ledzit. Ziet er nice uit. Ik kan alleen niet zo goed zitten, maar ja, geeft niet. Maar we gaan naar Dordrecht Centraal. Ik zet even de camera uit, want ze hebben allemaal kopje met niks. Dat is ook niet best. Je ziet toch wel zo'n leuke dingen even door daar. Met wel lekker het winkelcentrum door. Deze werd in het midden, dat was echt mooi. Ziet er leuk uit. Ik ben blij. Dankjewel. Maximaal. Fijne werkdag nog doen. Nou. We zijn weer op het station van Dordrecht. Dat is weer leuk. Het is weer mooi. Ja. Helaas kon ik niet veel in de bus, want er waren de radio's op aan, die alles goed mee zingen en alles kwam allemaal copyright claims en dat vinden we allemaal niet. Dus ja, dat was best wel kut. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en we gaan, dat was hem alweer. Ik ga weer lekker naar huis, lekker 3 uur lang terugreizen, bijna 2,5, 3 uur, zoiets. En ik wil jullie zeggen tot volgende week bij weer een nieuwe aflevering, waar ik dan ben. Zie je dan van deze serie mooie plek van Nederland. En de zomerfeest of zo zijn dit. Ja, het zou kunnen. Ik zeg tot volgende week. Laat.